één klontje of liever twee? Nee, niet minder dan 8 miljoen klontjes. Elke dag, in heel België. Zoveel van onze klontjes die elke dag verdwijnen in frisdrank of warme chocomelk, tassen thee, verjaardagstaarten met slagroom of zonder. En natuurlijk in die slagroom zelf ook. Enfin, Tienste Suiker is overal en wij gaan je uitleggen hoe dat zo gekomen is. Als we de plaat eventjes terugspoelen... Ja, stop, tot hier. Tot in 1836. Napoleon was toen nog maar een paar jaar dood. Zo lang geleden is dat al. Wel, in dat jaar werd in Tiene de allereerste suikerfabriek opgestart. En omdat wij in Tiene toen al echte ondernemers waren, bestaan we nu nog en zijn we in feite alleen maar gegroeid. Natuurlijk, met goesting om te ondernemen alleen kom je er niet. Je moet ook zin hebben om snel en veel te innoveren, technisch bij te blijven en de beste te zijn en te blijven. En goed nadenken over welke producten mensen nodig hebben. Hoe kunnen onze producten hun leven echt beter maken? Maar dat laatste, dat is voor straks. Eerst nog eens naar die innovatie. Vroeger werd suiker niet in klontjes verkocht, maar gewoon en enkel los. Ja, losse suiker heb je nu ook nog, maar nu heb je de keuze. Vroeger niet. Nee, zo'n klontje maken, dat lijkt makkelijk. Maar dat viel in de praktijk dus tegen. Tot in 1902, toen konden er voor het eerst harde klontjes gemaakt worden. Tot groot plezier van koffiedrinkers overal. Wist je trouwens dat een klontje Tienste Suiker exact 6,25 gram weegt? Meet straks thuis maar eens na. Nu, uiteraard maken we in Tiene meer dan alleen vaste klontjes. In feite maken we veel verschillende soorten suiker. Suiker om op aardbeien te strooien, om in koffie te laten smelten, om te gebruiken in taartendeeg, in confituur. Enfin, waar je suiker ook voor nodig hebt, bij ons vind je altijd wat je nodig hebt. Of dat nu een klein beetje is, of heel, heel veel. Oké, we kennen dus het eindproduct, of liever de vele eindproducten. Maar waar komt die suiker vandaan? Groeit die aan de suikerboom? Alles begint bij de suikerbiet. 4% van onze Belgische landbouwgrond wordt gebruikt om suikerbieten op te telen. Dat is een goede 40.000 hectare in totaal. Een hoop werk om dat allemaal onder controle te houden. Gelukkig kunnen we rekenen op een team van meer dan 5.000 landbouwmedewerkers om die oogst jaar na jaar vlekkeloos te laten verlopen. Meer dan 5.000 specialisten. En dat gaat van mensen in het management, over laboranten, producenten, transporteurs tot magazijniers, die goed weten hoe belangrijk het is die bieten correct en snel te oogsten en te verwerken. Snel, want eens zo'n biet uit de grond is gehaald, begint hij of zij aan suiker te verliezen. Wel, wij, en daar komt die innovatie weer kijken, zijn er door de jaren heen in geslaagd om dat suikerrendement tot wel 50% hoger te leggen dan vroeger. Yep. Gewoon door betere landbouw- en oogsttechnieken te zoeken en de beste zaden te selecteren. Veel denk- en doewerk, maar kijk, het werkt. Bieten kweken, dat is trouwens niet enkel goed voor onze suikerhandel, maar ook voor de dieren, de mensen en het milieu. Ik leg uit. Van de geoogste bieten gaat eigenlijk zo goed als niks verloren. De koppen, de bladeren, de staartjes, alles wordt verwerkt. Efficiënt en doordacht. Want wat we niet kunnen verwerken tot suiker, daar maken we met veel liefde en een hoop indrukwekkende machines supergezond veevoer van. En dat is nog maar het begin. Tijdens het verwerkingsproces veranderen we wat we niet gebruiken voor de suiker in biogas, bioethanol, meststof en zelfs elektriciteit. Jazeker. Als wij in de fabriek het suikersap koken, dan ontstaat er stoom. Wel, die stoom gebruiken we om de hele fabriek van elektriciteit te voorzien. Dat is pas hernieuwbare energie, toch? Maar we lopen op de feiten vooruit. We zitten nog op het bietenveld. En zo'n bietenveld, waar er dus heel veel van zijn in ons land, produceert trouwens tot 3 keer zoveel zuurstof als een bos van dezelfde oppervlakte. En dat is niet verzonnen. Goed. De bieten zijn uit de grond, de dieren hebben veevoer en de lucht zit vol zuurstof. Wat nu? Op naar de fabriek, tja. In de fabriek, daar worden de bieten geleverd, gewogen, bekeken en onderzocht op suikergehalte. De boer krijgt zijn correcte prijs en de machine gaat verder.
Bietenverwerking is een strijd tegen de klok. Oogsten gebeuren tussen september en december en de verwerking moet erg snel gebeuren. Omwille van het feit dat het suikergehalte snel vermindert. Maar dat wisten jullie al. Enfin, wat ik maar wil zeggen, tijdens de verwerkingscampagne liggen onze fabrieken nooit stil. Ook 's nachts niet. Oké, terug naar de bieten. Die worden eerst grondig gewassen. En in grote hoeveelheden. Meer dan 1 miljoen bieten per uur, alsjeblieft. En ze worden klaargemaakt voor de snijmolens. Dat wil zeggen, draadjes, staartjes, steeltjes, het gaat er allemaal af. Volgende halte, de snijmolens. Eens fijn geraspt tot frietjes is het dan onze gloednieuwe diffusietoren. Die zorgt ervoor dat de suiker vrijkomt. Onze vroegere diffusiemachines deden dat ook, heel goed zelfs, maar dit exemplaar zorgt voor heel wat minder CO2-uitstoot en doet ons en het milieu massa's water besparen. Efficiënt en duurzaam. Goed, uit deze toch wel indrukwekkende diffusietoren, met een capaciteit van maar liefst 14.500 ton bieten per dag alstublieft, komt dan het diffusiesap. Daar worden alle onzuiverheden uitgefilterd tot er een heldere vloeistof overblijft. Die bestaat uit 15% suiker en verder gewoon water. De overgebleven frietjes, of snijdsels, worden samengeperst tot pulp. En dat komt op het menu van het vee. Overblijfselen van de filtering worden dan weer gebruikt als meststof. Zelfs het afvalwater wordt opgevangen in onze bezinkingsvijvers, gezuiverd en volledig hergebruikt. Per slot van rekening komen al onze producten uit de natuur. Daar moeten we dus extra zorg voor dragen. Terug naar het proces. Vervolgens wordt het gezuiverde sap ingedampt, om te komen tot de volgende stap in het proces. Het diksap. Dit gebeurt in gigantische kookpannen. Onze verdampers, mastodonten tot wel 28 meter hoog. Wanneer bijna al het vocht weg is uit het diksap, ontstaat een product dat kookmassa heet. Oké, ik weet het, supercool klinkende namen zijn het niet, maar het moest vooral duidelijk zijn. Die kookmassa gaat dan in een centrifuge. In feite een reusachtige draaimolen, die de rest van de vloeistof scheidt van de suikerkristallen. Jullie zien het, dat is ondertussen al een flink proces. Gelukkig hebben we daar indrukwekkende apparatuur voor en een team van specialisten, die alle dagen streng controleren of de kwaliteit wel absoluut top blijft. In onze high-tech controlekamer bijvoorbeeld worden meer dan 100.000 gegevens over temperatuur, watervoorziening en stroom gemonitord via maar liefst 15 kilometer glasvezelkabel. En in ons labo zijn experts 7 dagen op 7 bezig alles te analyseren en te bestuderen. Elke dag worden er zo'n 400 analyses uitgevoerd en bekeken, door middel van meer dan 100 verschillende methodes. Dat is best indrukwekkend. Ons grondig gecontroleerd en goedgekeurd eindproduct komt na afkoelen, drogen en zeven terecht in onze opslagruimtes. Waar plaats is voor, en hou jullie maar vast, 50.000 ton suiker. En ja, dat is heel veel. En voor al die suiker en suikerproducten wachten dan nog 2 stappen in het proces. Verpakking en distributie. Een deel van onze suiker vertrekt in grote hoeveelheden en verschillende verpakkingen naar suikerverwerkende bedrijven die daar allerlei geweldig lekkere dingen mee maken. Zoals ijsjes, koekjes, snoep. En een ander deel wordt geleverd aan onze collega-vestigingen om te verwerken tot ander zoets. Denk maar aan onze heerlijke kandijsuiker of suikerpasta, een witte fondant. Ideaal om gebak lekker en mooi te maken. We produceren zelfs vloeibare suiker, die dan terechtkomt in bijvoorbeeld frisdrank en zelfs geneesmiddelen, om dat vreselijk slecht smakende hoestdrankje toch een beetje lekkerder te maken. De verpakking van onze suikers gebeurt hier ter plaatse in Tienen. Een indrukwekkend en compleet geautomatiseerd proces zorgt ervoor dat geen enkele doos halfgevuld de fabriek verlaat. In totaal vertrekt zo'n 80 miljoen ton per jaar naar winkels en supermarkten. Meer dan 110 vrachtwagens melden zich hier elke week aan om al dat lekkers tot bij jullie of nog veel verder te krijgen. Over heel de wereld wordt er van onze suiker gesnoept. Maar elk land heeft zo zijn eigen gewoontes en voorkeuren en heeft dus ook andere suikers nodig.
Maar al onze suikerproducten opsommen is haast niet te doen. Want elk jaar wordt onze suikerfamilie groter en groter en komen er nieuwe producten en nieuwe verpakkingen bij. Maar om je toch een idee te geven, hebben we gewone klontjes, kleine klontjes, fijne suiker en zeer fijne suiker, maar ook bloemsuiker, parelsuiker en biologische suiker. We hebben bruine suiker, blonde suiker, rietsuiker, geleisuiker en suikerstaafjes. Maar we hebben ook suikerstroop, suiker met vormpjes of suiker als rotjes en zelfs suiker voor wie graag op de lijn let. En uiteraard onze cassonade, die alleen hier in Tiene volgens een geheim recept door onze vakmannen wordt bereid. Zoals je ziet, keuze genoeg voor iedereen. En dat hebben we te danken aan onder andere ons toegewijd en hardwerkend onderzoeksteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze suikers, maar staan ook aan de basis van alle nieuwe producten. Zij zoeken uit wat de mensen willen, wat ze nodig hebben en gaan met die info aan de slag. Nieuwe suikerproducten bedenken en ontwikkelen op maat van al onze klanten, waar dan ook. Denk maar aan die lekkere wafels met perfect krokante suikerparels. Of het kleine gleufje in ons klontje, waardoor je het makkelijk in twee breekt. En pannenkoeken zonder kinnekensuiker? Ik wil het mezelf niet eens voorstellen. Laat het voor iedereen duidelijk zijn. Tiense suiker is overal. Ver weg in de hele wereld, maar zeker ook dichtbij bij jou in de buurt. We liggen niet alleen in Tiene, we zijn er ook een deel van. We dragen er zorg voor met heel veel liefde. Voor het milieu, de dieren en onze buren. En daarom doen we naast suiker produceren zoveel meer. Met boeiende bedrijfsbezoeken en leuke activiteiten motiveren we jong en inspireren we oud. En omgekeerd. Via duaal leren helpen we studenten een handje. We geven graag kansen aan iedereen die het nodig heeft, aan degenen die het soms wat moeilijker hebben of die het gewoon keihard verdienen. Bij Tiense Suiker zijn we vooral een team. Een actieve groep mensen met een sterk doorzettingsvermogen die niet bang zijn van uitdagingen. Samen bereiken we de beste resultaten en maken we de lekkerste suiker. Want suiker is vooral een product om van te genieten. Een koekje in de koffiesoppen. Samen met de familie smullen van een warm stuk cake. Suikerwafels met slagroom. Maar onze suiker creëert ook kansen, motiveert, inspireert en verbindt mensen. Het is een product dat je dat beetje extra geeft. Extra blijdschap en extra energie. Elke dag.